De vereniging Horecabelangen Stratums Eind wil zo snel mogelijk in overleg met de gemeente over de huidige situatie in het uitgaansgebied. Dit naar aanleiding van het besluit van burgemeester Rob van Gijzel om Café Santé en Café Players op Stratums Eind een aantal weken in het weekend om middernacht te laten sluiten. Beide kroegen krijgen de sanctie na geweldsincidenten. Het is alweer voor de derde en vierde keer in korte tijd dat de burgemeester een ondernemer met een zaak in de Stapstraat bestraft, met een tijdelijke sluiting. De ondernemers van Stratums Eind maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling en kwamen maandagavond bij elkaar. Lees dinsdag meer in het ED.